Een hele goede avond allemaal. Ik ga vandaag eventjes op stap. Eventjes wat drinken met een vriendin van mij. Even kijken of ik nou alles heb. Als ik hier gewoon mijn sleutels heb. Ja, sleutels heb ik. Dat is een vriendin van mij. Ik denk aan de thee, want ik ga morgen kickboksen. Morgenochtend vroeg. Tenminste, helemaal niet vroeg. Waarom zeg ik dat nou? Bij mij begint het om 1 uur. Maar in ieder geval is het niet de bedoeling dat ik helemaal hangover terugkom. Of heel laat of zo. Maar wel eventjes gewoon even gezellig. Weet je wel, vrijdagavond gezellig. Er is ergens iets misgegaan in mijn overwegingen. Want het is gewoon zomer. Mensen lopen hier met korte broeken. Het is helemaal niet koud. En ik heb gewoon een winterjas aangetrokken. Omdat ik dacht van, oh, ik heb korte mouwen. Dus ik moet iets warms aan. Dus ik sta hier gewoon in mijn winterjas. Yep. En lang is hij ook nog. Hij is ook nog lang. Wel lekker warm. Boeien. Maar ja, weet je, ik heb het gewoon ook snel koud. Dus ik ben daar ook helemaal tevreden mee. Het is letterlijk 10 minuten later dan net. De Uber zou er over 6 minuten zijn. Dat is al 4 minuten te laat. Maar op zich, ik klaag niet. Je hoort mij niet klagen. Nope. Geen geklaag hier. Ah, kijk, daar zullen we hem hebben, de taxi. Oké, we zijn dus gearriveerd bij Amstelhaven. Ik heb net een tafeltje voor twee gevraagd, alleen ze hebben een besloten feest, dus we moeten hier weer weg. Nou, even kijken waar we dan heen gaan. Ik moet vandaag nog muziek wat mogen spelen. Hi allemaal, ik neem jullie vandaag allemaal een dagje mee achter de schermen bij Goede Tijden. Super leuk dat jullie kijken. Ik ben alweer een beetje laat, dus we moeten een beetje opschieten. We hebben net een fotootje gemaakt. Oh, je maar de foto is al. Ik ben het eind een beetje weer vergeten te filmen, maar we hebben nog even een drankje gedaan bij de ijsbreker op het terras. Dat was gezellig. Het is eerst Amstelhaven. We hadden dus een feestje gecrashed. Ijsbreker op het terras. Nu ben ik op weg naar huis. Het is over 12 al. Dus iets later dan dat ik eigenlijk had gepland. Maar het was wel heel gezellig. Een hele goede morgen. Alles goed met jullie? Ik heb hier de robot aangezet. Alleen heeft denk ik een beetje een brain freeze gekregen op het kleed. Zij is ermee gestopt. Ik ga hem zo weer aanzetten. En ik ga eventjes wat eten halen bij Appie. Want ik heb trek. Het is ook al 11 uur. Dus ik heb een beetje uitgeslapen. Dat mag ook al naar gisteravond. Niet dat het heel erg laat was geworden. Maar prima. Ze hebben lekker uitgeslapen. Even wat eten halen. En dan om 1:30 zo meteen heb ik weer training. Bam. Ik kan eigenlijk wel rust gebruiken. Morgen neem ik een rustdagje. Nou, ik heb eventjes van Orange Fit eventjes proteïnpoeder gehaald. Hallo, is er iemand? Een diet. Ja, is een diet shake eigenlijk. Die is een plaatsvervanger voor de lunch. Dus die heb ik even gehaald. Nu ga ik naar de auto, want ik ga op weg naar de gym. Oh, nee. Ik heb echt 3 ingedrukt. Oké, okay, anyway. Ik ben nu op weg naar de gym om eventjes te boksen. Ik heb mijn windsels hier, want ze zijn nog niet helemaal droog. Dus ik hoop dat het zeg maar door de wind een beetje droogt ondertussen. Ja, dan ga ik even een uurtje boksen. Even lekker. Zo, ik ben net klaar met de les. Het was weer heel erg pittig. Een hele t-shirt nat. Ik ben gewoon doorweekt. Maar dat is wel goed. Achterkant, nou, oh. Achterkant ook helemaal. Maar goed, dat houdt wel in dat ik lekker heb gebokst. Bam. Deze ook helemaal nat. T-shirt kan je gewoon uitwringen. Doorweekt. Volgens mij kan ik hem gewoon zo scrunchen en dat er dan water uitkomt. Tot Ik ben dus even op de terugweg langs Praxis gereden. Want ik heb een aantal nachten al, en eigenlijk al best wel lang, dat ik gewoon last heb van muggen. En ik probeer dus de hele tijd te kijken online van ja, hoe kan je nou een hoor regelen of maken, zelf doen. Het was allemaal best wel moeilijk met die maat opnemen en zo. Nu heb ik dus bij Praxis heb ik gewoon zeg maar zo'n gaas gehaald. Ja, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. En dubbelzijdig klevend plakband. En nog een afdekplakband zwart. Dus ik dacht van,
ik ga het gewoon opmeten. Ik ga gewoon knippen, dan ga ik gewoon plakken en kijken of het blijft hangen. We gaan het zien. Als het blijft hangen is het mooi, dus het voor een paar tientjes is gedaan. Zo niet, dan laat ik wel een echte horrormaker komen. Wat gaan we doen? We gaan lekker ijsje halen. Ijsje! Lekker! Mijn nieuwe ijstentje. Relatief nieuw. Maar zijn we al een keer geweest, toch? Ja. Wat voor ijs hebben ze allemaal? Weet ik niet. Ik ga zo kijken. Nou, even kijken wat ze hebben. Zijn ze dicht? Ziet er dicht uit? Nou, serieus? Oh, dit gaat ook niet helemaal lekker. Oké, jammer. Nou, ijskuipje dan. We zijn bij ijskuipje aangeland. Ik heb een lekker citroenijsje, vegan. Wat heb jij? Chocola en raspberry. Ook vegan. Lekker. Laten we even... Ja, cheers. Laten we even door het park wandelen. Ja. Heel leuk. Nou, hij is inmiddels op. 600.000 calorieën. Ik heb het dubbelzijdig tape hier zo op de vloer. Hier heb ik het hoor, heb ik geknipt. Op hoe groot hij moet staan. Oké. En dan, dit is het raam waar die in moet komen. Hier heb ik al, kijk je ziet, een beetje het groen. Ik heb de tape gewoon boven geplakt en hier alvast. En hier. En dan ga ik kijken of ik blijf plakken zo meteen. Volgens mij. Oh. Niet scheef doen. Nou zeg, echt dit? Wow, hè? Nou, kijk hoe lang ik blijf zitten, maar... Looks good. Geen muggen meer. No more mosquitoes. Toch nog iets te lang geknipt. Ja. Niet te kort knippen. En hier iets te kort geknipt. Nou, huh? Goed toch? Yay! En hoor, toppie. Nou, ik vind het wel leuk. Ja, netjes. Je ziet bijna niet dat het do-it-yourself is. Echt goed gedaan. Ja. Voor 2 tientjes. Ja. Het is er wel een beetje aan, maar ja. Maakt niet uit. Zo, nu de afwerking. Eigenlijk zo'n eigen huis en tuin muziekje bij vanuit. Oh ja, ja. Goed idee. Doep, 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 doep.
Mooi. Nou, wat een afwerking. Wat een afwerking. Hier is nog een keertje. Ja, daar ben ik ook nog niet. Oh, oké. Oh, nee. Ah, jawel, dit zit al wel goed. Oh, mooi. Geen keertje. Een klein stukje afknippen. Zo, nou, job done. Even kijken of je nog dicht kan. Ja. Dicht. Hey, yay. Top. Bedankt voor het kijken. Doei.